in rondje Doesburg op donderdagmiddag 2 augustus. We gaan eerst eens even kijken bij de haven hoe het is met de uitbreiding van de haven. Ab Schrader, de havenmeester van de gemeente Doesburg. Gefeliciteerd met je uitbreiding. Dankjewel. Wat, hoeveel schepen kunnen er nu extra weer in de Doesburg komen te liggen? Nou, we hebben nu specifiek een lange stijging gemaakt voor de wat grotere schepen, want daar was dus vraag naar. Ja. En dat zijn schepen vanaf 13, 13,5 meter tot aan 20 meter. Ja. En die kunnen we nu aan de lange stijging kunnen we die kwijt. Want dat was dus in het verleden en nu nog steeds zo dat het... De schepen die worden steeds groter en daar hebben we gewoon geen plek voor. En dan bellen ze op om een reservering, maar ik kan gewoon niet reserveren omdat ik geen plaats heb. Ja. En ja. Dat gaan we nu in de toekomst gelukkig. Het is nu gereed en dat gaan we dus doen. Ik heb begrepen dat het een lange wens van je was die eigenlijk vervuld wordt, of niet? Ja. Er staat nog ergens een filmpje van me op YouTube. Ja. Dat is al 4 of 5 jaar geleden. En dan stond ik op dezelfde plek, maar toen was nog het gebouw gekeerd. Ja, toen was ik natuurlijk aan het uitleggen wat mijn bedoeling en mijn droom was, laat ik het zo stellen. Ja. Hey, wat is het eigenlijk? Er zijn een aantal drijflichamen met een plankier erop die aan palen vastzitten. Ja, nou, het zijn stijgers, noemen ze dat. En dat zijn dus inderdaad, zitten daar dus drijfvlonders onder. Ja. Die dus de planken dus boven water houden, zodat de mensen eroverheen kunnen lopen. Ja. En we hebben er dus nu ook voor gezorgd dat de palen inpandig in de stijger staan. Ja. Zodat we dus over de hele lengte de stijger kunnen benutten. Ja. Het oude gedeelte is nog, dat kunt u aan die andere kant zien. Ja, zie je naar uitkant. Is nog uitpandig en dan kun je maar een paar scheepjes neerleggen, want je zit altijd met die palen. Ja, oké, daar is over nagedacht dus. Daar is een beetje over nagedacht. Ja, dat kan je wel zeggen. Ik denk dat het een beetje praktijkervaring is. Ik loop hier nu zo'n 16 jaar rond als vrijwilliger en voor Doesburg is goed. En er is over nagedacht. Ja. En ik ben blij dat eindelijk de zaken gedraaid zijn en dat we dus haven... kunnen exploiteren super. Zoals we dat gewild hebben. Ab, dankjewel. Je hebt telefoon, dus belangrijk. Ja? Dankjewel. Succes. Dank je. Havenmeester Sander Haven Doesburg. Op weg naar het zwembad van Doesburg. Maar onderweg komen we nog een aantal mensen tegen in het praathoes. Hey mannen, wat zit je daar de hele dag hier te kletsen? Van alles. Dommigheid. Ja, roddelen. Ook. De Doesburgse politiek. Ook. Ja? Ook. Ja, we houden Freddy Jansen heel speciaal in de gaten iedere keer. Ja, vieze moppen. Maar die was niet dekken. Ja. Nee. Hey, maar wat is er nou zo leuk aan, met name dan hier in het hokje zitten en mooi naar het verkeer kijken en gezellig met elkaar kletsen? Ook gezellig, ja. Hè? Ja? Ja, gewoon bij gezellig. Oké. Liever een kop koffie erbij of een borreltje? Ja, maar dat mag niet. Dat mag helaas niet. Dat mag niet. Koffie wel, maar. Hey, maar is het daar altijd een vaste ploegje wat hier zit? Of verschillende wel eens? Meestal wel, man. Ja? Ja, alleen zit de leider zit nog wel. Ja. Maar daar heb je ruzie mee of zo? Ja, nee. Ja? Nee, geen ruzie. Maar dan heb je geen ruimte meer voor een bankje? Nee. We hebben al gevraagd een stuk meer aankomen, maar zo. Oké, maar jullie zitten wel met z'n vier op één bankje, meer ruimte is er niet? Nee, af en toe met 5 man. Met 5 man? Nou, ja. Maar dat is een hele beetje. Maar de aanvoerder is weg. Is wat zegt u, meneer? We hebben 10 jaar baaiers op zitten. Als 10 jaar baaiers op zitten. En die andere 20 jaar moet nog wel enig zitten. Ja. Dus. Maar jullie willen graag uitbreiding van het hok. Begrijp ik. Of een bankje erbij. Dat wordt te druk. Dat voor ons ook niet meer nodig, zolang we weer het ook niet meer. Dus, Nou, hij mag wel een keer gewassen worden. Een keer gewassen worden? Ja, dat mag wel een keer. De gemeente moet er meer aan doen. Ja? Beetje verlichting erin misschien? Nou, koffieautomaat erbij? Koffieautomaat, ja. Lekker. En een frituurpan. Frituurpan? Voor de bitterbal. Dan kan je net zo goed een cateringbedrijf inzetten, of niet? Ja. Oh, er lopen werkloze zat. Ja. Hey, maar wat is het belangrijkste item wat er vandaag besproken is? Waar ging het over? Dat was eigenlijk allemaal onzin. Onzin? Ja. Oké. Okay. Dat is allemaal onzin. Zoals altijd. Nou, dat lijkt me toch sterk dat jullie alleen maar onzin te bespreken hebben, of niet? Ja, dat zijn jullie gesprekken gevoerd. Ja? Olympische spelen. Ja, ook nog over gehad. Ja. Voetballen.
En hoe was het met de Olympische Spelen, naar jullie mening? Nou, ik heb vanmorgen nog even zitten kijken naar dat beachvolleybal van de dames. Ja. Ja. Dat is toch een genot om te zien, hè? Ja. Dames op dat volleybal. Ja, ja. Die dames op dat volleybal. Ja. Op zo'n heeft die knie dat, hè? Ja. Ja, inderdaad. Ging het nou om de sport of om de dames? Dat is de vraag natuurlijk. Dames. Oké. Okay. Dames natuurlijk, hè? Ja. Nou mannen, dankjewel. Ja, ja, tot ziens. Graag gedaan meneer. Tot de volgende keer. Ja, hoi. Tot ziens. Voor de voorzitter nog even erop. Ja. Alex, wat is er aan de hand? Nou, we zijn veiligheidsmaatregelen aan het nemen. Ja. Om alles wat aan het plafond hangt, zoals lampen, luidsprekers, om dat extra te zekeren in verband met valgevaar. Dus extra valbeveiliging. Naar aanleiding van Tilburg. Ja, daar is het in Tilburg. Helaas een tragisch ongeval gebeurd is dat een luidspreker naar beneden is gekomen. En op een kind terecht gekomen. Ja, alles wordt dus dubbel gezekerd, begrijp ik. Alles wordt hier nu dubbel verzekerd. Ja, het zwembad is een paar dagen dicht, onder andere voor dit onderhoud, of heb je nog meer zaken? Het is voornamelijk voor dit onderhoud, anders waren we niet dicht geweest. Maar dit moest gewoon gebeuren en vandaar dat we vier dagen gesloten zijn om dit voor elkaar te krijgen. Ja, lastig tussen de stijgers door te zwemmen natuurlijk dan. Ja, dat wordt, laten we ook maar niet doen, want zelfs voordat de stijger omvalt, dan zijn we nog veel verder vandaag. Ja, okay. Dus het is een beetje kunst en vliegwerk, zoals u ook zien kunt, daar bovenop. Daar zijn ze druk bezig en dan moet je niet willen dat daaronder mensen zwemmen. Dat is niet te doen. Nou, wanneer gaat zwembad weer open? We gaan maandag weer open met onze reguliere rooster. We hebben maandag nog wel extra zwemmen in verband dat de scholen nog vakantie hebben. Dus dat is van 's morgens 10:30 tot 3:30 extra recreatief zwemmen. Ja. Daarna gaan we met ons reguliere rooster weer aan de slag. En dat wil zeggen, alle zwemlessen doelgroepen, dat start weer. Ja. Met uitzondering van de vereniging, die komen aan het eind van deze maand pas weer weer in actie. Of worden weer actief. Oké, Alex, dankjewel. Graag gedaan. Ja.